Hallo, fijne dag, mijn beste koetjes. Welkom bij een nieuwe lactosevrije aflevering van The Elder Scrolls 5 Skyrim. In deze aflevering gaan we verder op onze tocht richting Windhelm. En we komen hier een stel geiten tegen, wel drie te verstaan. Ik zag als eerst eentje, maar toen spannen er opeens twee uit het niets. Al zijnde het een soort geesten. Maar die gaan er wel weer lekker weg, ze doen lekker niks tegen mij. Ik had ze ook gewoon doden van vacht, maar ik denk, het zijn geiten. Die kunnen me toch niet heel veel doen. En we gaan lekker rondjes lopen hier. Ik zie hier Iverstead, daar moesten we eigenlijk naartoe. Of we gaan naar Windhelm? Dat is een beetje een moeilijke vraag, want ik vraag me af waar we momenteel zitten. We zitten dus momenteel daar zo, hier zo. Ja, dat is duidelijk zien, aangezien hier mijn current location staat. En hier hebben we Windhelm, waar ik eigenlijk van plan is eerst naartoe te gaan. Maar nu, ik zie dat we hier ook gewoon de weg kunnen vervolgen meteen naar Iverstead en Riften. Of eigenlijk Iverstead waar we naartoe moeten, want daar hebben we de trap waar we mee naar de bovenkant, de berg die daar staat. Welke berg is het? Gok die berg te komen. Het zijn iets van 1000 stappen of zo, 5000 stappen, een heleboel. Het is alleen wat ze zeggen, die trap hoeveel stappen die heeft, dat klopt ook. Er is een keer een speler geweest, die heeft dat onderzocht. Die heeft hem vervolgens op een site gezet of zo. Het zou een Meme Center of 9gag zijn geweest. Van ja, er zit werkelijk 5000 stappen op deze trap. En dat was best wel cool. We komen er ook weer een grotje tegen, ik ben benieuwd wat het is. Lost Knife Hideout. Het kan wel eens iets heel dodelijks zijn, aangezien ik een stel mensen gespiesd zit. Maar dat weerhoudt mij niet. We gaan lekker naar binnen. Hier we gaan sneaken. Even kijken wat hier leuks in te vinden. Als het orks zijn, dan is het geen probleem, want ik bedoelde eigenlijk trolls. Maar als het trolls zijn, dat is inderdaad een gigantisch probleem. Want die zijn nog redelijk sterk voor mijn level natuurlijk. Want ik ben nog mijn level 12 of zo. En die dingen die zijn, ik weet niet welk level. Maar ze zijn wel pittig sterk, dat is één ding wat zeker is. Dus we gaan gewoon een beetje het logootje verkennen. Als zitten er bijvoorbeeld stel simpele bandieten, dan is het geen probleem. Dan maken we ze zo dood. Ik zie er al een beetje licht in de verte. Dat ziet eruit als een soort vuurlicht. Dus waarschijnlijk zitten daar bandieten. Ik ga ervan uit. Ik zie ook kratten staan. Dus waarschijnlijk is dit een bandieten hideout. En bandieten die kunnen we wel makkelijk hebben. Ja, dat is een bandit. Of een vampier. Dat kan natuurlijk ook. Of een necromancer. In ieder geval is het iets menselijks. En iets menselijks is toch wel leuk dood te maken makkelijk. Laten we even een potion op onze pijl doen. Zodat we zeker weten dat die man of vrouw doodgaat. Van vanaf hier ook niet echt te zien wat voor geslacht het is. Dat zien we dan weer. Had ziek idee. Oh, het zijn dus bandits. Mooi. Die zijn lekker makkelijk dood te maken. Eigenlijk moet ik terug naar een stad gaan om even wat shit te gaan verhandelen, bedenk ik maar net. Want ik heb echt heel veel spulletjes bij me die ik even wat moet gaan verkopen. Want mijn gewicht is veel te zwaar. Ik moet even Weight Watchers of zo gaan doen. Even meedoen naar het programma Orbeez. Want ik ben te zwaar in dat geval. Hij ging nog steeds een beetje raar kijken. Ook al liep hij mijn kant op. Wat een rare man is het ook. We gaan even van elkaar timmeren met mijn zwaard. En wel steken. Ik heb geen hamer of zo. Want daarmee kunnen we echt perfect in elkaar timmeren. Maar deze Bennett Atlas en vond ik bijna ook redelijk dodelijk. Niet heel sterk, maar gewoon dodelijk, weet je. En nu is hij dood. Vervuilt hij de stroom, hing hier met zijn viezigheid. Omdat ik niet denk dat die bandieten zich vaak wassen. Ofwel, ik weet niet wat de hygiënische staat zijn van deze bandieten. Ik denk dat ze geen zeep hebben daarentegen. Of het zou zomaar wel kunnen. Deze man schoten we in zijn bips en die leeft niet echt meer. En hij heeft de sleutel, dankjewel. Het is ook een leuk amulet die we nog kunnen doorverkopen ofzo. Prices are 10% better. Maar we kunnen misschien wel het disenchant ofzo of doorverkopen, ik weet het niet. Eentje Noord Arrow, dankjewel. Die kan ik zeker gebruiken, meneer. Ah, kijk, het was een boogschutter in ieder geval. Dan heb ik niet over zijn sterrenbeeld, maar omdat hij een pijnboog bij zich had en hij stelde van die doelwit te staan. Ik vind ook even wat potions, die neem ik graag mee. Het voedsel laten we wel liggen, want ik heb al veel te veel voedsel bij me. Dus dat nemen we niet meer mee. Maar we hebben in ieder geval echt een sleutel voor gekregen. Voor een of andere cage stond er, dus dat is een kooi. En dan hebben we het niet over Nicolas Cage, nee, dan hebben we het over de werkelijke kooi. En deze grot is pittig groot. Holy moly, is gewoon groot. Dat zijn een soort traps. Als je tegenaan loopt, maakt een soort rinkelend geluid. Waardoor bandieten vanaf een redelijk afstandje kunnen horen. Dus we blijven uit de buurt. Dit ziet eruit als allemaal leuke stellages waar we langs kunnen komen. Deze grot is gigantisch. Holy shit. Ik zou het liefst ook niet in het water willen vallen. Want dan weet ik echt niet hoe ik eruit moet komen. Kunnen we daar langs? Nee, dat is een waterval. Is daar een soort grotje? Dus mocht het nog in het water flikkeren, dan kunnen we daar langs. Oh shit, ik had die bandiet bijna niet gezien. Holy shit. Hopelijk zit er gewoon een Bennett. Want die kunnen dan in één keer doodschieten met een pijl. Een beetje jammer. Oh, het zijn er twee. Nu kunnen we een beetje voorzichtig zijn dat ik misschiet. Dat was niet helemaal de bedoeling. Oké, Bennett gaat even dood. Ah, die merkt ook niks. Ah, dat is Bennett altijd alweer. Maar deze heeft een boog. Dus kunnen we nog een interessant boogschuttersvechtje van maken. Alhoewel, nu gaat hij van dichtbij aanvallen. Dus pak even mijn zwaarteschild. Blok de arrow. Hij schiet gewoon mis. Wat een sukkel. Ah, ga eens even met zijn boog om mij schieten. Wat een sukkel. Dat doet hij niet slim. Ah, nu pakt hij zijn mesje. Want dat hebben de meeste boogschutters in deze game. Die hebben altijd een mesje en een boog bij zich. Alhoewel dat is in elke game waar je eigenlijk een boogschutter kan spelen. Denk maar aan... Hoe heet die game? Oh, ik ga hem van de richel afslaan. Sick. Chivalry Medieval Warfare. Daar hebben ze... Kan je ook een boogschutter glas spelen. En die hebben ook meestal messen. Die zijn fucking irritant. Want met zo'n mes ben je het hering snel. En als jij bijvoorbeeld een ridder bent in het spel, dan ben je wat slomer. Je hebt wel sterkere wapens en zo. Je kan de meeste boogschutters wel in één klap dood maken. Nou cool, ze hebben hier een springblok neergezet. Zodat je een dik bommetje kan maken. Of ze gooien hier gevangenen vanaf. Maar ja, terug naar Chivalry Medieval Warfare.
Dat je daar kun je de boogschutter spelen en die hebben mesjes. En ik vind het fucking kut om tegen die mensen vechten, want ze zijn zo snel met de boog. Dat is niet normaal. En de tweede skill verbeterd, ook altijd super chill. Maar ik met het mes. Ik heb de boog, kunnen ze ook wel redelijk snel zijn. Dan kunnen ze ook gewoon dichtbij gewoon je hoofd eraf schieten. Dat is ook fucking sick. Deze man die hadden we zeker geraakt met de pijl. Ja, die ook. Ja, die is ook dood. Mooi! Laten we verder gaan in het grotje. Vraag me af of we nog een Banditchie gaan tegenkomen of zo. Dat lijkt me een plekje waar dus mogelijk een bandiet zou kunnen staan, maar zo te zien niet. Maar dit is een grot, echt wauw. Overal water en shit, best wel cool. Ah, die heb ik nog niet gezien, maar die ziet er pittig sterk uit. Maar draagt die gewoon Iron Armor of zo? We gaan even kijken. Als het gewoon een Bandit is, zou fijn zijn. Ja, het is gewoon een Bandit. Eén schot dood. Hartstikke leuk, als je gewoon één shot kan killen. Dat is gewoon hartstikke fijn. Even kijken, wat voor mooi staat deze bij zich. Het is een orde, het schoot weer recht in zijn rug. Die kan die niks aan doen, hartstikke idee. Misschien niet helemaal eervol om iemand in zijn rug te schieten. Maar ja, wat weet ik van eer. Er zitten nog een leuke trappels die activeren, dan stort waarschijnlijk iets in. Inderdaad. Gelukkig zag ik die gewoon op tijd, want het zit er heel erg verlicht. Ik zou ze nou even in het donker ook gezet. Dan was het even wat makkelijker of moeilijker geweest voor mij om het te zien. Maar ja, ze zijn waarschijnlijk zo stom dat ze gewoon dat niet door hadden. Ik bedoel, als ze hem zelf zouden zien, waarom zou ik hem dan niet zien? Ja, hun weten natuurlijk waar hij geplaatst is, of hun is wel makkelijker om te zien. Maar ik bedoel, als ik hem al makkelijk kan zien, hoe hadden hun het dan verwacht dat iemand anders het niet makkelijk zou zien? Ik kan me niet herinneren dat ik ooit het grotje heb gedaan. Ook niet op mijn Xbox-versie van Skyrim. Dus het is een beetje interessant, dit grotje. Oh, hallo! Jij spant ook best uit niets. Oké, okay, jij gaat de pijl in je. Die is dood. Nog een bandit. Hartstikke idee. Nice. Double kill. Gewoon twee pijlen. Hartstikke snel dood. Hartstikke flatsen. Dat zou ik graag doen. Oh, zo naar een doorgang. Zit daar vals loot hier. Ah, ik heb er ook eel op gepakt. Dat is echt wat zwaarder. En dat wil ik echt niet hebben. Oh, ik wil wel mijn Agent Nord Arrow terug. Want die is sterker dan de Iron Arrows die deze droppen. Want ik was de vorige aflevering door mijn Steel Arrows heen. Dat we tegen die Draugr vochten. En die Necrofiel, dat ook. En Orcsbow. Maar wel een Orcsbow. Een Enchanted Orcsbow. Dus deze is eigenlijk beter. En dat is ook veel meer waard. Ik kan hem ook een keer gaan enchanten. Oké, okay, we gaan niet die kant op. We gaan zitten daar kijken wat daar is. En als we zometeen dat ontdekt hebben, dan gaan we daar wel langs. Misschien zit daar de Bandit Chief of zo. Of een grote schat. Wie weet het? Ik weet het niet. Oké, okay, die gaan we ook even weer te snijpen. Wat? Oh, die was mooi. Die was echt heel mooi. Bijna was ze nog bij ontkomen, maar dat is er niet helemaal gelukt. Je hebt niet. Ik zie er daar eentje zitten, of niet soms? Ja, dat is er eentje. Pijl door je bakken, skreng. Oh, ik schoot over zijn hoofd heen. Oh, wat zonde. Oké, okay, waar ben je dan? Ja, lijkt zien. Nou, dat is een 200 gast. Misschien kan ik nog hier raken. Oh, Bandit Hugs. Oh, nee. Die zijn best wel heel erg sterk. Nog wel, of niet? Ja. Hij gebruikt de pickers om te vechten. Dat is best wel hardcore. Toegegeven, dat is best wel cool. Oh, hij staat vlucht voor mij. Kom terug, bitch. Ik wil je afmaken. Oké, okay, we gaan even een potion erop gooien. Wel een beetje vals spelen natuurlijk, hè. Anders kan ik het nooit winnen in deze game. Oh, hij heeft zijn pickaxe gedropt. What the fuck? Hij was veel sterker. Oh, hij is zijn pickers nog steeds. Waar haalt hij die opeens vandaan dan? Nee, ik ga niet dood. Ik wil niet dood. Meneer, ik wil niet dood. Oké, okay, even healen snel. Daarom moet ik ook een beetje cheaten op deze manier. Misschien een beetje damage op hem doen. Anders win ik het niet. Drought of Health, die wil ik niet. Potion of Health, die heb ik nodig. Welke kunnen we meer gebruiken? Ik heb heel veel Mind Healing Potion, dat wist ik niet. Oké, okay, welke potion kunnen we op hem even gebruiken? Waardoor hij echt helemaal wrecked gaat. Dat is gewoon 360 no scope. Weak Frenzy Potion. Die is op zich wel handig. Ik sta met een potion. Ja, die doen we gewoon. Want dan zijn zijn aanvallen wat minder sterk. Ja, dat zie ik erin. Ja, het doet niet echt damage of zo op hem. Maar het zorgt er wel voor dat zijn aanvallen minder sterk zijn. Dus dat is ook super chill. Want dan raakt hij sneller moe. Want we hebben zijn stamina een beetje verneukt. Jawel, ik ga dit winnen, kerel. Hartstikke idee. Finish him! Oh! Nice! Echte finishes in deze game. Fenomenaal. Ik hou ervan. Nice. Is trouwens de Steel Sword niet beter dan mijn Ancient Nord Sword of niet? Of mijn Ancient Nord Sword? Ja, deze doet 13 damage, maar deze is ook fine. En dan ben je natuurlijk zo'n Steel Sword doet 11 damage. Als we even zo'n staal zwaard hebben en hem upgraden, dan is hij waarschijnlijk een stuk beter. Maar dat doen we dus nu nog even. Niet was veel te. Want ik heb geen staal bij me. En er zit volgens mij in deze buurt geen table waardoor ik het kan verbeteren. Hé, hey, een Calabas, wat leuk. Dan heb ik niet over een man gedaan, Basticalis. Maar nee, dan heb ik over dat ding daar. Oeh, Elven Gauntlets. Die gaan we nemen. Dat is een verbeterde light armor. Want we hebben nu fur bases met. Ja, deze hebben maar 11 armor. Deze 12. Het gaat waarschijnlijk heel raar uitzien, maar dat maakt niet uit. Het doet wel wat meer defense. Ja, het ziet er inderdaad niet uit. Maar dan hebben we gewoon één armor type geskipt. Want we hebben leer geskipt, want we hebben nu al dus elven gauntlets. En dat is de armor type die na leather komt. En deze is ook een stuk beter. Maar ja, elven armor is niet heel erg moeilijk om te maken. Of hier überhaupt op te vinden. Nou, op zich wel. Mochten we een keer de Talmor tegenkomen, dan kunnen we waarschijnlijk voor hun wel elven armor looten. Als we ze doodmaken. Maar momenteel zit dat er nog niet in. Oké, ik ga even hier snel quick save, aangezien ik gewonnen heb van die kerel. En dat wil ik graag zo houden. Oké, okay, dan gaan we dus nu eventjes naar, weet ik veel waar, misschien dat daar de Bandit Chief zit. Tenminste, in elke bandietengrot zit er meestal een Bandit Chief die toch wel redelijk sterk is. Alhoewel, de eerste Bandit grot die we deden, dat was de mijn in de buurt van Wide Run. Nee, niet Wide Run. Weet die andere ook weer, geen idee.
Oh, dat ziet er interessant uit. What the fuck? Hier zitten opeens muren. Oh nee, nog een Bandit Truck. Ik denk niet dat ik van die Bandit Truck ga winnen, want er zitten nu eigenlijk twee monietjes. Ze kunnen ook natuurlijk proberen langs te gaan sneaken. Maar ik denk niet dat het gelukt, aangezien het hier aardig verlicht is. Dus dat wordt mogelijk een probleempje. Eens zien. Ik zie daar een bandiet. Even kijken, zit daar nog. Ja, het zijn drie bandieten daar, dus laten we gewoon met rust. En dan gaan we gewoon hier een beetje langs sneaken. Hartstikke handig dat mijn sneak zo redelijk hoog is, want dan kunnen we tenminste langs alle bandieten sneaken hier zo. Oh, we moeten daar langs! Oh my god, nee, uh-oh. Oh nee, die heeft mij gezien. Dit gaat mogelijk een probleem voor me. En ik ben level up, super chill. Oké, ik ga die level up liever bewaren totdat ik echt de helft nodig heb, waar ik bijna dood ben. Maar zitten twee bandietjes daar, een beetje wijntje te drinken of zo. Hartstikke gezellig natuurlijk. Maar ik wil dat liever niet, want ik moet er langs. En ik ga denk ik die barman gewoon even neersnijpen vanaf hier. Als er gewoon een Bennett is. Ik hoop dat het gewoon een Bennett is, deze barman, anders hebben we een probleem. Puur. Nou, dat was gewoon een Bennett. Oké, als we nu gewoon eventjes snel hier wegsneaken in het donker gaan zitten, dan mogelijk zien ze me niet. Maar ik ga ervan uit van wel dat ze me mogelijk nog zien. Oké, kom maar dan. Ja, ze komen nu deze kant op, gaan ze even kijken van, huh, what the fuck? Of ze gaan bij dat lijk kijken, dat kan natuurlijk ook. Ah, ze zien me niet meer. Oké, ze hebben gewoon mij genegeerd. Dat vind ik eigenlijk best wel dom, maar dat maakt niet uit. Oh, gaan ze nu weer zitten op hun plekje of niet? Maar eerst even raden, welke van de twee is de Bennett Huck? Want als ik weet welke de Bennett Huck is, dan schiet ik die niet dood. Dan maak ik liever zit die andere Bennett dood. Dus we gaan er gewoon even op gokken. Ik gok dat degene die daar zo zit, waar ik nu op richt, dat een Bennett Huck is. Of niet? Nee, dat is de Bennett Huck. Ja, dat is niet de Bennett Huck. Dat is gewoon een Bennett, ga ik vanuit. Had ziek idee. Ja, dat was er gewoon een bandit. Nice. Oh, super nice, super nice. Nou, oh kut. Omdat ik opstond, had hij me gezien. Oh, hij heeft gelukkig maar één bijl. Het is even zo makkelijker natuurlijk. Dus gaan we eventjes vechten tegen hem met mijn zwaardje. Had ziek idee. Nou, je moet gewoon echt heel slim zijn tegen deze. Bijvoorbeeld als ze dat doen, dan moet je aanvallen. En dan gewoon slaan, terugtrekken. Het is een beetje zoals Dark Souls. Het is gewoon één aanval doen en dan wegvluchten. Dat is het idee hier een beetje. Voor degenen die bekend zijn met de Dark Souls. Alhoewel, de meeste gamers YouTube die dat weten als goed is wat Dark Souls is, ga ik vanuit. Nou, oké, ik ga even snel level uppen. Even wat meer health hebben. Wat ga ik verbeteren? Heel veel stamina. Dat ik stamina even gaan verbeteren, want dan kan ik even wat meer dragen. Wel, ik kan meteen even skill verbeteren. Misschien dat ik daarom meer damage ga doen en dergelijke. Ik denk dat ik dan maar even mijn one-hand skill ga verbeteren. Dat is dit hier natuurlijk. En dat doen we dan. Power attacks with one-handed weapons. Die is op zich wel goed. Wacht, hier kunnen we er eentje doen met... Oh, die doen meer 10% damage. Of zoiets. Wat was het nou? Attacks with maces, ignore 20% armor. Oh nee, nu weet ik wat deze doet. Dan hebben we 10% hogere kans dat we een critical doen op enemies. Dus dat is natuurlijk super chill. Oh shit, hij maakte nog een mooie after attack. Dat deed hij slim. Ja, ik ook niet bij jou, kerel. Ik kan niet wachten tot ik jou dood heb. Oké. Hij is aan het bloeden, dat is goed. Ik ben waarschijnlijk ook dik aan het bloeden. Hij doet telkens zo'n kut attack. Dat hij geslagen heeft, dat hij dan nog een keer van onder slaat. Dat is best wel slim. Maar ik vind het een kut attack. Nee! Fuck! Oh, nee, nee, nee. Oh, ik wist dat ik dood ging gaan met die slag. Ik had zo weinig health over. Zo weinig. En hij boeit hem ook gewoon. Hij staat er gewoon een beetje nu in de gedood van, ja, wat moet ik hier nu mee? Ah, shit, sorry. Dan moet ik weer al die bandieten doodmaken. Maar ik weet nu welke bandieten welke zijn. Dus dat is ook goed om te weten. Dus laten we het even proberen weer. Oké, ik ga even hier naartoe sneaken. Dan gaan we die als eerst neersnijpen weer, zo. Paaltjes weer bakkers. Ah, dat zie ik erin. Dan ga ik weer verstoppen hier zo. Want dan gaan ze bij dat lijk kijken. En niet de kant op waar de pijl van geschoten is. Want zo dom zijn ze dan ook alweer. Ik bedoel, het zijn bandieten. Die hebben vast geen universitaire opleiding gehad of zo. Oké, ik ga wederom wachten tot ik weer in het gevecht kom met die Bennett Turk, zodat ik weer een level up ga. Ik denk dat ik ook even wat ga eten, zodat ik meteen op vol health zit. Dat is natuurlijk wat handiger. Ik heb heel veel sla. Waarom heb ik zoveel sla? Geen idee, hartstikke gezond. Ik ben natuurlijk al vergeten dat ik al dat food kan gebruiken om te healen, maar dat vind ik niet leuk, want het is niet echt realistisch. Maar ja, het is Skyrim, het is überhaupt niet realistisch. Oké, oh, fuck, shit, nee. Oh, dat was niet de bedoeling dat ik die pijl schoot. Nee. Ga weg. Jullie zagen mij niet. Jullie zagen die pijl niet vliegen. Het is allemaal een illusie. Jullie zijn gewoon dronken. Jullie hebben gewoon een wijntje of twee te veel op. Of ik weet niet wat ze drinken. Maar zo te zien aan de fles die op tafel stond, was het een fles wijn. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik weet niet of ze die hier vandaan hebben, aangezien het toch gewoon een koud land is. Kan ik me voorstellen dat dit hier even voor wijn verbouwd wordt. Oké. Gaan we alsjeblieft weer zitten aan de tafel, dan ga ik jullie snijpen. Ja, oké, gaan we die kale weer eens snijpen. Hey yo, pijl door die kale. Oké, als ik nu gewoon even slim ga spelen, dan kan ik waarschijnlijk nog een leuke sneak attack op die Bennett Tuck doen. En dan gewoon even wat meer damage doen. Dus even wachten tot hij weer gaat zitten tegenover zijn dode vriend. Zo van, ja, hij is dood, hartstikke leuk, wat nu? Oké, hij is me nu dus een beetje kwijt, wou ik zeggen. Maar gaat hij weer terug, gaat hij gewoon een patrouilleroute? Kom op, ga even weer zitten. Ga weer even een leuk wijntje drinken of zo. Neem gewoon een drank op je vermoorde vriend. Als ik gewoon heel goed was geweest, dan had ik misschien dat drankje kunnen vergiftigen. Maar dat kan helemaal niet, Sky. Maar dat maakt niet uit. Het idee is er. Dat zou wel cool zijn als dat kon. Maar dat kan jammer genoeg niet. Gaat hij gewoon echt weer zitten? Wat een held deze man. Oké, we gaan wel even de potion. Of gaan we wel even een leuk potion opgooien. Waardoor we extra damage kunnen doen.
Even kijken, wat is een leuke potion op deze manier te doen? We kunnen op zich potion two shot. Oh, 20% met damage in de boog is op zich wel handig. En welke kunnen we nog meer doen? Weaker first to force frenzy potion. Nee, dus niet handig om deze manier te gebruiken. Want dan doet hij waarschijnlijk, gaat hij me heel heviger aanvallen dan wat ik eigenlijk wil. Damage stamina. Ik heb op zich geen potions die hem damage doen. Lingering stamina potion. Op zich deze misschien wel, want dan zijn zijn attacks even wat minder sterk. Of dan kan hij minder power attacks doen, dus dat is op zich wel goed. Oké, okay, fire! Oh ja, kijk, dat doet meteen veel meer damage. En dan gaan we hem nog meer bestoken met pijlen. Kijk, hij is nu redelijk hard beschadigd, dus dat is super mooi. Hebben we nou pijl dwars door zijn wang heen geschoten? Oeh, natuurlijk is hij zijn man een beetje boos daardoor, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar zijn defense ook nu minder goed volgens mij, aangezien we nu... Oh shit. Aangezien we zo'n stamina potion op hem hebben gebruikt, of damage stamina potion volgens mij. Oké, okay, ja, ik wil graag level up. Hij raakte me net nog een keertje. Ik was bang dood te gaan, maar dit is gelukkig niet zo. Nou ja, toch mijn stamina verbeteren, want ik wil mijn spullen bij me dragen. Ik geloof dat we het gevecht wel kunnen winnen. Dual wielding attacks are 50% faster. Ja, maar ik doe niet een dual wielder, daar heb ik gewoon fuck aan. Ik wil graag Blazeman. Nee, Blazeman. One-handed weapons, finding stance. Nee, ik wil deze. Nou, waarom doet hij het niet? Oké, okay, ja, ik wil graag deze dual wielding. Nee, ik wil niet een die. Ja, deze wou ik hebben. Blazeman. Dan doe ik even wat meer damage. Oké, okay, nu moeten we toch wel winnen. Het kan niet anders. Oké, okay, dan bok ik zijn attack weer. Zie, hij wordt moe. Hij is aan het huggen en aan het hijgen en puffen en zo. Dus deze man die hebben we zo dood. Dat kan niet anders. Oké, maar op map me dan maar, bitch. Ik kan je aan. Hartstikke idee. Get fucking wrecked. Hartstikke idee. Dat is hoe ik rol. Wat heb je voor moois bij je? Oh, eentje Noord-Eiland, dankjewel. En dan gaan we verder. Gaan we even met die man daarboven een boogschutsduel houden. Als hij tenminste niet heel vervelend gaat doen. Waar is hij? Oh, hij staat daar. Oh, dat was best wel een cool schaduweffect, by the way, moet ik toegeven. Oké, okay, het is maar gewoon de Bandit. Die is best wel makkelijk. Kan ik gewoon twee schoten dood hebben. Hartstikke idee. Get wrecked. Wop. Ah, 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 dwars door de hart. Shot to the heart and you're to blame. Carbonkel de tweede is een bad name. Inderdaad. Het is inderdaad best wel een kutnaam die ik gegeven heb. Maar het is wel een beetje in de lore van mijn vorige Oblivion serie. In dat het wel een beetje klopt. Dat ik dan een soort ja, zoon of dochter ben. Of eigenlijk een zoon. Of achterkleinzoon van degene die ik bespeelde. In de Elder Scrolls 4 Oblivion. Eigenlijk best wel raar dat die game Oblivion heet. Aangezien het zich in Cyrodiil al speelde. En niet in Oblivion. Ja, op groot deel wel. Want natuurlijk... er kwamen heel veel dingen uit Oblivion. Zo, Oblivion speelde een grote rol in. Maar dat maakt me niet uit. We vinden hele leuke spulletjes die we leuk kunnen doorverkopen. Maar op zich alle andere games. De game die voor Oblivion zat heette Morrowind. Dat speelt zich af op Morrowind. Deze game uit Skyrim. Het speelt zich af op Skyrim. Is allemaal veel logischer. Dan lag er een bonnetje te slapen. Dat had ik zeg niet helemaal door. Dus we moeten even wegsneaken hier. Hopelijk ziet hij me niet. Hopelijk komt hij niet zometeen met zijn hoofd op van de trap. Maar misschien denkt hij dat het maar een slechte droom is. En dan gaat hij weer slapen. Kom op, ga even slapen, bandieten meneer of mevrouw. Ik had het niet echt kunnen zien. Ik zag alleen de schoenen en de broek en zo. Maar voor de rest niet. Oh, dat is een bandiete vrouw. Volgens mij, ja. Oké, okay, hopelijk gaat ze weer slapen. Dan kunnen we hem misschien stealth killen. Door alleen in de slaap dood te steken met een mes. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. Ik denk dat we beter op kunnen gokken dat we met een boog op haar kunnen schieten. En dan hopen dat we gewoon een critical krijgen. Is het gewoon een bandit? Ja, het is gewoon een bandit. Oké. Okay. Even een pijl in de poes. Of een pijl in haar hoofd. En dan is ze meteen dood. Huh. Hartstikke idee. Die gaat voor eeuwig slapen. Bitch. We hebben het al geraakt. In haar hand. Oh. Ze boog nog. Ze is nog niet dood. Finish her. Zo. Nu weet ik zeker dat ze dood is. Ik bedoel, een pijl dwars door je hoofd. Dat overleef je niet echt. Alhoewel, dit is Skyrim. Je hebt niet echt in deze game dat headshots dodelijk zijn. Het is bijvoorbeeld geen Team Fortress 2 waarbij je met een boog iemand kan headshotten en dat ze dan dood zijn. Hey, money healing potion. Graag zelfs. Knapsack. Zit daar voor leuks in. Oh, nog een potion of money healing en wat kleding en schoenen. Hartstikke gezellig natuurlijk. En wat sack of flowers, wat voedsel is, dus dat neem ik niet mee. Ik ben even graag aan het quicksaven nu, want ik ben telkens bang dat we toevallig net een Bandit Chief van Bandit Hug tegenkomen. Maar dit is eigenlijk een soort ondergronds kasteel. Dat is best wel raar. Waarom ligt hier een... allemaal een arm, what the fuck? Oh, Skooma, drugs, hartstikke leuk, dat nemen we mee. Gewoon, als we gewoon een avondje niks te doen hebben, worden we even knetterhigh. Deze monieten kunnen echt niet schieten, want er liggen hier overal pijlen. Holy shit, dat is echt slecht. Ik denk dat dit een vroeger fortje is geweest van de Imperials, want er lag daar een Imperial boog. Wat voor schepsel was die ik dood beschoten? Zo te zien een Wood Elf. Hoe heb ik dat geworden dan? Want Wood Elf zijn best wel goed in boog schieten. Maar ja, het was natuurlijk een gewone Bandit Wood Elf, die zijn niet heel sterk. Oh, watervalletje. Kunnen we hier naar beneden? Dat kunnen we. Maar ik blijf liever hierboven, want dan komen we pas verder. Oké, okay, weer een nieuwe ruimte. Even heel goed kijken of hier geen bandietjes zitten. Zat er wel een kooi? Interessant, interessant. Wat zit er in die kooi? Dat is ook een vraag. Wat zit hier in deze kooi? Is dat een Sabercat? Leeft hij nog? Dat is een andere vraag. Leven deze Sabercats nog? Maar als die Sabercat leeft, dan kan ik misschien die sleutel die ik zojuist gevonden heb, dat ding ermee openen. En dan kan hij de bandietjes aanvallen. Dat was super. Oh, hij leeft nog, de Sabercat. Oh, super nice. Weet je wat? Ik beëindig de aflevering hier, want dit is een soort van cliffhanger. Oeh, spannend. Laat een duimpje en een reactie achter op de Koudius als je dit leuke aflevering vond. Dus ik zie je de volgende keer weer en zeg daarom hier, blijf loeien, beste koetjes. Blijf loeien.